ik ben Jeroen Veldkamp heet ik. En ik werk voor Piazza Doro. En ik ben ooit 2 keer barista kampioen geweest. Dus dat doe ik. Melk afschuimen. Cool. Dus dat wil ik nu even laten zien hoe simpel het eigenlijk is om melk gewoon dik te krijgen op basis van de ingrediënten. Nou, ik heb verschillende soorten melk neergezet. Het is de meest gebruikte melk. Dit vind ik de lekkerste. Boerenlandmelk vol. Wat wij willen is dikke volle melk zonder luchtbellen. Dat doe je door die eiwitten te laten stollen. Het eiwit is allemaal celletjes en als je die gaat opwarmen, dan gaan die uit elkaar. Het zijn zoals sponsjes. Maar die hebben altijd weer de neiging om in elkaar te gaan. Maar als er nou vet in melk zit, dan gaan die eiwitten uit elkaar. Dan gaat er aan die vingertjes gaat vet zitten en dan kunnen ze niet meer in elkaar. Dus dan blijft die melk heel dik. Als ik persoonlijk ga opschuimen, heb ik tot 40 graden de tijd om die eiwitten te gaan stollen. Dan is de melk nog niet heet genoeg, dus tot 40 graden blijf ik bellen blazen in die melk. En daarna draai ik ze eruit, dat alle bellen eruit zijn. En dan is je rond de 70 graden en dan stop ik. En als je iets harder draait, dan gaat die valsen, dan polijst je de boel een beetje. Dat is het. Nou, dan hou je het kopje vast bij het oortje. Ja, hou beginnen. Rustig doorschenken, wachten. Een tik geven. Als je dan een vervaling hebt. Dan gaat het chill maken. Ja. De bar en dan goede slaag maken. En dan heb je ook meer opvang. Ik heb hier wel eentje voor.